Vanavond gaat in Leuven de première van de film met Koen Wouters van Clouseau in een hoofdrol. Tijdens de vertoning wordt Koen in vliegende vaart naar onze studio gereden. We praten met Sonja Barend over de Nederlandse actie Help de Russen de winter door. Was de actie wel nodig en hoe zit dat bij ons? Doen we met Oudejaarsavond een keurige smoking aan of is dat allemaal grote onzin? Robbe de Hert en Kurt van Hegem over etiketten en nette manieren. En een discussie met het publiek over een onthutsend document uit Amerika waar men dronken chauffeurs die een dodelijk ongeval veroorzaken een autopsie doet bijwonen. Dat alles en nog veel meer vanavond in Zeker Weten na de Drie Wijzen op TV1. En nu is het burentijd. Match wordt doodzenuwachtig als Harold komt opdagen net op een avond dat het heel druk is in de pub. En Charlene die heeft door dat het Henry was die 's nachts rond de caravans loopt om haar weer thuis te krijgen. Dat zal niet lukken. Neighbors, everybody needs good neighbors. Ja, Ivan, dit is wat jullie noemen outing? Nee. Nee? Nee, outing is wat in Amerika eigenlijk ontstaan is. Het publiek maken van de homoseksuele voorkeur van... Ja, wat is coming out dan? ...bekende mensen. Ja, dus outing betekent dus eigenlijk die mensen hun coming out in hun plaats doen. Ja. Wat dus in Amerika eigenlijk gekomen is, omdat men daar met de kop tegen de muur staat, daar wordt dus eigenlijk bijvoorbeeld voor aids-patiënten niks gedaan. Mm-hmm. En er zijn een aantal homoseksuele politici die daar ook niks voor doen. Ja, maar goed, het gaat hier om de methode die jullie gebruiken. Daar staan vier foto's, we gaan geen namen noemen, absoluut niet, ik vraag je ook geen namen te noemen. Er staan vier foto's van bekende Vlamingen, televisiemensen, op dat papier, op jullie nieuwsbrief, ook in het persbericht. Geen foto's, geen namen, maar wel de tekst. Mm-hmm. En jullie zeggen dan, oké, stuur deze mensen maar een wenskaart en vraag ze maar om ervoor te komen. Hè? Ja, bovendien beloven jullie een lijstje van 10 mensen, geloof ik, nog bekende Vlamingen, die men ook kan krijgen op eenvoudige aanvraag. Ja, dat klopt. En het is eigenlijk de bedoeling van die mensen niet te outen. Want outen betekent dat wij inderdaad hier vanavond die namen zouden noemen. Ja, nee, dat doen we niet. En dat doen we niet. Outen niet. Het Roze Actiefront is trouwens niet voor het outen van die mensen. Ja, maar jullie sturen bijvoorbeeld een persbericht. Dat komt er al heel dichtbij, hè? Ja, natuurlijk. Je moet ergens beginnen, hè? Dus je hebt een aantal bekende Vlamingen. Hè? Er komt er minstens één keer per avond één op tv. Ja. En de meeste daarvan, sommigen wel, maar de meeste daarvan komen er niet vooruit als ze homoseksueel zijn. Nee, maar dat is toch een goed recht? Dat is zeker een goed recht, maar wat wij nu willen doen is van, jongens, als jullie dat allemaal wel zouden doen, dan zou het voor al die mensen die elke avond televisie kijken, homo zijn en niet weten waar naartoe ze geïsoleerd voelen, een stuk gemakkelijker zijn. Ja, maar zou het niet een stuk beleefder zijn om aan deze mensen eerst te vragen of je een foto mag publiceren? Ja, maar die foto, ik vind dat een beetje overroepen hoor, want dat foldertje is uitgedeeld op een homofuif in Antwerpen. Ja, maar dat wil niks zeggen. Dat kan terechtkomen op redacties van kranten, kan overal terechtkomen. Iedereen kan dat uiteindelijk van iemand anders krijgen, dus... Ja, maar wij vragen niet aan de redacties van kranten om die foto's te publiceren. Nee, natuurlijk niet, maar ze kunnen het wel doen. En de vraag is maar alleen... Dat is dan hun verantwoordelijkheid. Hebben jullie die vier mensen gevraagd of het mocht? Nee. Dus die foto's zijn zomaar geplaatst? We hebben gewoon gezegd naar ons publiek toe, dat op de vijven komt, dat we kennen waarmee we uitgaan, van stuur die mensen, met nieuwjaar doet iedereen dat, een wenskaart, maar een extra boodschap erbij van, kom er vooruit, het is een goede zaak dat je er vooruit komt, zoals bijvoorbeeld een paar weken geleden Jo de Poorter in een interview er zelf voor is uitgekomen. Ja, maar de vraag is alleen maar, willen die mensen dat wel daarvoor uitkomen, ook als jullie ze aanzetten? En zijn die mensen ermee gediend dat jullie ze nu tentoonstellen als homoseksueel? Als die mensen ermee gediend zijn, zou je hen moeten vragen. Ja, minstens één heb ik het gevraagd. Ik heb het zelf hier gevraagd. Minstens één
beweert het tegenovergestelde. Ja goed, maar dan zal hij een paar honderd kaarten in zijn bus krijgen. Hij kan die klasseren en daarmee is de actie afgelopen. Ja, behalve als iemand die foto's ziet en ze publiceert in een of andere krant. Of dat wat, is de verantwoordelijkheid van die krant. Nee, dat is jullie verantwoordelijkheid, want jullie hebben de foto's geplaatst. Want dat wil ik wel zeggen, er is geen enkele journalist die dat echt wil, die een foldertje van het Roze Actiefront nodig heeft om te weten welke mensen op BRT en VTM homo zijn. Ja, maar waarom moet dat als die mensen dat zelf liever niet doen? Waarom moeten jullie ze proberen te verplichten om het toch te doen? Wij verplichten ze niet, wij roepen ze op. Ja, dat is goed. Het verschil met de actie in Amerika. In Amerika heeft men gezegd, John Travolta, Richard Forbes enzovoort, heeft men geout. In Nederland is onlangs Gerard Joling geout door een tijdschrift. Mm-hmm. Hij was trouwens tevreden achteraf dat ze het gedaan hebben. Dat is geen argument, hè? Dat is niet, nee, maar ik bedoel, maar dat is iets wat wij in Vlaanderen niet doen. Gewoon omdat we inderdaad beseffen van ten eerste krijg je nou ruzie met die mensen. Mm-hmm. En ten tweede haalt het eigenlijk niet veel uit. Dus in feite is voor ons outing iets wat nu niet kan, omdat het gewoon geen resultaat zou hebben. Ja, Paul Kodde, je hebt het nooit onder stoelen of banken gestoken, er ook niet mee uitgepakt dat je homoseksueel bent. Je bent een bekende Vlaming, een televisiegezicht. Wat denk je van deze praktijk? Ik moet eerlijk zeggen, de uitleg die ik vanavond hier hoor lijkt me veel milder dan wat ik er aanvankelijk had van gedacht. Ja. Ik dacht dus inderdaad dat deze mensen het roer in handen gingen nemen en effectief de kranten daarvan op de hoogte brengen. Ja, maar ze zijn daar toch mee begonnen, hè? Ze zijn daarmee begonnen en dat is iets wat natuurlijk een staartje zou kunnen krijgen. En ik moet eerlijk zeggen, als ik toevallig op de straat in Antwerpen een folder zou zien liggen waar mijn foto op staat met de tekst die er nu onder staat, dan zou ik er helemaal niet gelukkig mee zijn. Ja, toch even nog vragen aan meneer Bries. Waarom alleen maar televisievedetten en geen politici bijvoorbeeld, of andere bekende mensen, sportfiguren? Die politici kunnen nog komen, want we zijn dus ook van plan om als ooit, hè, er is een wetsvoorstel van Luc van den Bossen dat voorziet dat discriminatie van homoseksuelen zal verboden worden. Dat wetsvoorstel dat dwaalt nu ergens rond in het parlement, maar vroeg of laat komt dat in de Kamer. Wij weten dat in alle partijen homoseksuelen zitten. Als die homoseksuelen op dat moment tegen die wet gaan stemmen, zullen wij hen wel ter verantwoording roepen. Dat wel, ja, maar waarom moeten jullie dan nu beginnen met die vedetten en waarom dan niet opeens? Dat is een beetje het probleem. We zitten daar een beetje aan vast, omdat de vedetten van televisie en de charmezangers enzovoort, dat zijn de meest opvallende. Hè? Die, ja, en maar die zijn ook kwetsbaar. Ik bedoel, ja, nee, want zoals Jo de Porter gezegd heeft, Jos Brink en André van Duin zijn de levende voorbeelden dat publieke homoseksuelen ook de grootste volkshelden kunnen zijn. Ja. Dus ik denk dat wat dat betreft, dat je het niet moet overroepen, er is geen enkele televisiepresentator die daardoor zijn job gaat krijgen. Ja. Paul, denk jij dat het iets zou uithalen, mochten inderdaad een aantal mensen ervoor uitkomen, om het dan in het Nederlands te zeggen? Ik vrees van niet. Want wij kijken allemaal wel eens naar Jos Brink en naar André van Duin en noem maar op. En blijkbaar heeft dat dus niet zoveel uitgehaald. Ik denk eerder, hier, ja. Waarom moeten jullie dan nog zo'n actie voeren? Omdat er nog te weinig zijn. Ah, jij doet dat wel en nog een paar anderen, maar de meeste niet. Hè? En dus bijvoorbeeld een van de dingen die we hebben gemerkt na het interview met Jo de Porter in Humo, zijn er brieven binnengekomen van mensen die zeiden van we zijn content dat die man het gedaan heeft, nu heb ik eindelijk de moed om naar jullie te schrijven. Ja, maar goed, zou je dan niet kunnen volstaan met die mensen die, zoals Paul, het dan uit eigen beweging doen in plaats van anderen bijna te dwingen of op een of andere manier chantage te plegen? Gaan ze niet dwingen. Nee. Ja, je pleegt een zekere chantage. Ze kunnen moeilijk nog anders als je de foto's gaat zien. Nee, dat is toch vriendelijk kaartje sturen? Ja. Makkelijk gezegd. Paul? Nee. Ik denk dat de zaak anders zou moeten opgelost worden. Als je nu een uitzending zoals deze met een debat met gewone mensen, daarmee bedoel ik dan inderdaad homoseksuelen en heteroseksuelen samen, zoals er hier een heel stel zitten, als die mensen gewoon eens hun mening zeggen en als die mensen effectief een sympathie voelen voor homoseksuelen, dan zal dat veel meer uithalen, denk ik, dan wat er nu gebeurt. Ja, ben je het ermee eens dat eigenlijk alleen mensen die het zelf willen, dat zouden moeten kunnen doen en niet op deze manier worden aangezet? Ja, natuurlijk. Ja, maar dat zeker doen wij dus niet, hè? Het probleem is nu dat gans kijk het Vlaanderen ons hoort praten over een foldertje dat ze nooit zullen te zien krijgen. Ja, maar waarom mag je het dan? Omdat wij naar ons publiek toe, dat trouwens al lang weet dat die vier homo zijn. Hè? Bedoel, dat het homopubliek weet dat. Ja, dat zeg jij nu, maar dat is niet waar. Ja, dat hoe weet jij dat? Kom jij een homo van? Nee, ik weet er helemaal niks van. Ik bedoel, ik zie dus die vier foto's. Ik weet dat in het homomilieu dat men gewoon, en dat is logisch, want die homo's leven ook niet op de Olympusberg. Die komen ook wel eens naar Vijf, die komen ook onder ja, de mensen. Maar het is toch een goed recht om dat te doen zonder dat het erom direct moet geweten zijn. Absoluut, dus daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat erover dat je zegt van kijk, het zou heel goed zijn voor ons en voor de homo die nu zit te kijken, die 16 jaar is, die niet weet waar naartoe, die denkt dat hij de enige is, dat weet hij ondertussen nu dat dat niet zo is. Hè? Maar dus, dat zou heel goed zijn, moest elke avond dat zo'n ster op televisie komt, dat hij automatisch zou weten, ah ja, dat is een homo en die andere is een hetero. Maar dat is hetgeen wat eigenlijk zou moeten kunnen en dat de sfeer
rond homoseksualiteit ook veel zou versoepelen en veel lichter zou maken. Ja, okay. Ik vind het wel mooi. Ik vind het wel mooi, deze gedachte. Ja. Mooi gezegd, hè? Het is heel mooi gezegd, ik ga er inderdaad mee akkoord. Maar ik vind het toch een zeer gevaarlijke zaak. En je moet ermee oppassen, want er zijn hier in dit huis brieven aan de muur gehangen met foto's van omroepers. Ik zeg zomaar wat, maar dat is inderdaad gebeurd. Waar snorren en baarden bij getekend zijn en sproeten en hoedjes en noem maar op. En die foto is effectief in een of ander tijdschrift beland. Mm-hmm. Dus wie zegt dat zo'n briefje niet in zo'n tijdschrift beland? Ja, dat is wat ik net wou zeggen. Goed, meneer Bries en Paul Codde, bedankt. De Duitse televisie zond onlangs een merkwaardige reportage uit. In de Sovjet-Unie ontwikkelt zich een lucratief handeltje in videoopname van dames en heren die een huwelijkspartner zoeken in het Westen.